Mijn naam is Ryan. Vandaag de presentatie van de ADIA Aviva 2522 PT. Dit is de beste kinderkamerindeling die er op de kerkmarkt is. Wij bij Meerbeek hebben alle topmerken onder één dak. Vent, Hobby, LMC en ADIA. Vandaag leggen de heren Meerbeek alles uit over deze ADIA caravan. Welkom, mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek en wij vinden het fijn dat wij deze presentatie mogen geven van dit topmodel uit het ADIA gamma. Zoals mijn collega Ryan al zei, de ADIA Aviva 522 PT heeft een totale lengte van 7,7 meter en heeft een asgewicht wat laden kan tot 1500 kg en dan een perfecte indeling in combinatie met stapel bij de koelkast en ook het bed voor het echtpaar zelf. En daarnaast is er een kleurstelling die is zo vrolijk optimistisch. Mark, kun jij eens iets van die buitenkant beginnen te vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Dan beginnen we van de voorkant van de caravan, van die Aviva dus, die 522. En dan zien we hier de voorkant eigenlijk een hele grote display. En hier zie je gewoon een stuk functionaliteit. Kijk, hier is goed over nagedacht. Gasflessen mooi in een box opgeborgen. Bergruimte kan mooi in bakken. En dit zijn makkelijk, dit zijn IKEA bakken. Dus die kun je zo in alle soorten en varianten aanschaffen, eindelijk heb je de IKEA bent. Andere zijde geldt hetzelfde voor. Hier zien we de waslijn, is over nagedacht. Standaard dus een staalkabel erin gemaakt waar je de was in kunt hangen. Dat zijn echt van die dingen, daar denken ze bij ADIA gewoon heel goed over na. Kijken we naar de buitenkant, dan zien we een polyesterbouw. Dus dit is een hagelbestendige bouw. Dat is een hele robuuste vorm om die caravan te bouwen. Dat je ook met wat weerinslag gewoon perfect in orde blijft. Mooi voorraam zit erin, wordt vaak wegbezuinigd bij kinderkamermodellen. Hier zit hij gewoon in. En de prijs is geweldig, maar daar komen we daar mee op terug. Kijken we naar de buitenkant, zien we hier een nieuwe graphic die toegepast is. Kijk nou, wil de deur even dicht doen? Dan kunnen we even goed kijken. Kijk, dus doe de deur dicht. En dan zie je dus een hele mooie graphic op de caravan zitten. Dus een mooie bestikkering die mij heel sportief afwerkt. En ik zie twee hele belangrijke dingen die je normaal moet bijkopen, maar die de jongens gewoon bijkrijgen. Dat is één. Als we hieronder bij het wiel kijken, zien we de nieuwste mover. Dit is de Enduro 505 FL. Dat is een krachtige mover. Die kan ook waterpas zetten. Het is een volautomaat. En is afgemonteerd met een hele lichte accu. Dat is een 20 ampère met een rangeertijd tussen de 30 en 40 minuten. Wordt automatisch opgeladen. Dat is op zich uniek. Nummer 2 zit bovenaan. Dat is de tunnelluifel. De tunnelluifel die monteren we met een ADIA adapter set. En dan pakken we de maximale maat. 4,5 meter, type 6300, gemonteerd en al. Dat maar mag ik één ding zeggen van die luifel? Wij doen dat met die luifel, hè? Maar dat is dus wel een keuzepakket. Hè? Je kunt bij ons in die totaalprijs kiezen voor luifel of voortint. Oh ja. Ja. Onderschat niet bijvoorbeeld Dorema voortinten. Die bouwen hele mooie voortinten. Komen ook met een nieuw programma van 2021. Ja. Hele mooie ronde voortinten. En ook hele diepe voortinten, bijvoorbeeld op lucht. 2,80 meter, 2,70 meter diep. Dus luifel kan, tent kan. Dit is een voorbeeld met die luifel. Je kunt natuurlijk ook zeggen in de luifel en de tent. Dan hebben we het helemaal in orde. Dat leveren wij natuurlijk ook. Dankjewel voor die aanvulling, Gerrit-Jan. Wat we ook altijd daar doen, op het moment dat je zegt, ik pak dus bijvoorbeeld de luifel en ik pak de tent erbij, dus als tweede keuzeartikel, maken we daar ook echt een speciale prijs van. Want wij van Meerbeek willen kamperen betaalbaar houden. En dat gaat bij deze caravan lukken, en zelfs met een nieuwe. We lopen heel even naar de achterkant, daar zien we nog wat mooie noviteiten zitten. Hier zit nog een mooie verrassing. Deze caravan met de allergrootste mogelijke koelkast uitgerust. Maar daar komen we ook naar de binnenkant op. Hier zien we het luikje van het toilet. Die kun je makkelijk open doen. Dan haal je hier een stuk cassette eruit. Dus van het cassettetoilet. Ook leuk om te zien dat hier een groot handvat aan zit. Die kun je uitklappen. En dan kun je het als een karretje meenemen op de camping. Praktisch. Zeker als je met de jeugd op vakantie gaat. Met de kinderen heb je dat toch nodig af en toe. Kijk, hier aan de achterkant zie je dus weer mooi die polyesterbouw. Duidelijk DRM licht. Mooie opgelegde letters. Dus geen stikken. Het zijn echt gedomineerde letters. Zijn. Dat liggen er heel mooi op. Lekkere stevige handvaten, maar ja, door die mover zijn die niet nodig. En dan komt hier nog een leuke noviteit. Dit is ook eigenlijk bij alle merken bijna een meerprijslidsegment. Bij die Aviva, bij Meerbeek standaard. Een grote garagedeur. Dus dit kun je makkelijk losdoen. En dan kunnen we het bovenbed naar binnen klappen. Maar dan moeten we het van binnen even doen. En dan krijgen we dus echt een grote garage die ontstaat. Dus heel veel bergruimte. Kijk, dit is natuurlijk een 4 tot 6 persoons caravan. Dus ga je met het gezin op stap. Ja, iedereen wil wel wat meenemen. Het moet wel mee. Dus daar kun je er wel voor zorgen dat het heel makkelijk mee kan. Dat zijn een paar leuke highlights van de buitenkant. Gerrit-Jan, wil je de binnenkant eens even laten zien? De highlights van de binnenkant kan ook, maar er zijn er niet een paar, er zijn er heel veel. Heel veel highlights. Om te beginnen, de kleurstelling, wat ik straks al vertelde. Een hele lichte, optimistische kleurstelling. Mooie witte kast. En dan natuurlijk hier die prachtige indeling. Hier is het stapelbed. Stapelbed voor uw kinderen. Ook toegepast, grote koelkast.
En er is verder heel veel kastruimte. Mooi van deze caravan is dat in dit gedeelte dan de toilet zit. Ook een wasbak is voorzien, zoals je ziet. Mooie kleuren op weer. En kastruimte is ook aan de achterzijde weer mogelijk. Hier zit die Truma kachel in. Die is heel betrouwbaar. Vorige week kregen wij nog een technische inspecteur van de BOVAG op bezoek. En die zei, nou, het is mooi dat ook deze kachel weer toegepast is in de Adria. Want deze kachel, zei de technische expert, is eigenlijk net zo betrouwbaar als dat je brandend papier in de open haard gooit. Dat was een mooie uitspraak van de technische expert. Maar belangrijk is vooral de betrouwbaarheid. Die is echt maximaal. De kachel. Mooie zit. Kunnen ook nog weer twee mensen slapen. Dus dit is eigenlijk een zespersoonscaravan. En heel praktisch is dat het grote bed voor het echtpaar zelf aan de voorzijde zit. Dat zit dus bij de deur. Dus in de looprichting bij de deur zit eerst het bed van het echtpaar. En dat van de kinderen zit aan de achterkant. Zodat als de kinderen s'avonds op tijd naar bed gaan en de ouders staan wat later, dat dat geen storend effect geeft. Dat is eigenlijk optimaal ingedeeld in deze Adria caravan. Natuurlijk een 3-pits gas. Ontsteking van het gas. Ik zal ze weer even laten zien. Adria heeft vele kleine details ook toegepast. Hier zit bijvoorbeeld een hele praktische snijplank. Ook is aanwezig bijvoorbeeld boiler, dat is warm water. Allemaal lichtschakelaars. Wat is dit dan, Mark? Vloerverwarming. Dit is een hele luxe uitvoering. Je hebt ook een vloerverwarming. Dus je hebt, zoals mijn broer die kachel uitlegt, traditionele dingen die het gewoon altijd goed doen. Maar je hebt ook heel veel moderne elementen die het ook altijd goed doen. Wat ik ook leuk vind om te laten zien, dat is hier onder andere zit een compleet stereo systeem in. De speakers zijn standaard gemonteerd met een bluetooth ontvanger. Dus op het moment dat we deze aanzetten, kunnen we de telefoon koppelen. En dan kun je dus heel makkelijk je muziek streamen met de caravan. Kijk, hij wordt nu geactiveerd. Zet je bluetooth aan op je telefoon. Koppelteam, kun je dus je hele Spotify lijst of je andere muziek die je hebt, makkelijk afspelen. Dus inclusief stereo installatie. Wat ik nog een heel leuk detail vind, waar het net buiten bij de buitenkant even over die IKEA bakken, zeg maar. Die zijn zelfs binnen ook toegepast. Kijk, bergruimte, makkelijk toegang, zit onder deze bank, maar zit ook onder de bank waar Gerrit-Jan nu op zit. Daar kun je het zelf niet openmaken. 4 tot 6 persoons caravan, zoals we net al zeiden. Je hebt twee stapelbedden. Je kunt hier een groot bed van maken. Je kunt daar dus een heel groot 2 persoons bed, is altijd beschikbaar. Dan let je dus ook op de enorm veel bergruimte die erin zit. Die is dus gewoon standaard voorzien met de hele mooie, moderne, frisse kleuren die gebruikt zijn. Goed om te zien. Moderne verlichting. Dit zijn spotjes. Daar kun je echt alle kanten mee op. Kun je ze heel makkelijk draaien. En ieder spotje is voorzien van een USB-aansluiting. Dus telefoontjes, andere apparaten. Het is eigenlijk zo opgeladen. In combinatie met de garage. Ja, dat zijn eigenlijk een paar mooie dingen van de buitenkant. En nu is de kunst. En daar hebben wij echt dit jaar goed voor kunnen zorgen. Dat die caravan betaalbaar is gebleven. Zullen we ze in de buiten lopen, Gerrit-Jan? Dat doen we. Hordeur zit er ook uiteraard in. Dus echt compleet is die. Ja, normaal zou je denken, zo'n caravan zit met al die uitrusting, dus met zo'n luifel, met zo'n mover of een voortent, vloerverwarming, denk je dat moet al 35.000 euro. Nou, dat is niet zo. Wij kunnen deze caravan helemaal compleet leveren voor 21.995. Dus een 6 persoons caravan met alles erop en eraan. En dan is eigenlijk voor u de keuze in eerste instantie, kies je voor de luifel of kies je voor de voortent of kies je beide, dan maken we een speciaal aanbod. Ja, heb je daar wel aan toe te voegen, Gerrit-Jan? Ja, ik denk dat we veel verteld hebben. Deze caravan is overtuigend goed. Het was de beste het afgelopen jaar, is nu nog mooier. Belangrijk is om te zeggen dat de fabriek van Adria door de enorme verkoop de afgelopen maanden echt helemaal volgeboekt is. Ja. Daar kun je geen orde meer toevoegen. Maar wij van Meerbeek hebben de afgelopen zomer hier goed voor ingekocht. Zolang ze op onze website www.meerbeek.nl beschikbaar zijn, kunnen wij ze u snel leveren. En snel, wat betekent snel, Mark? Ja, binnen 24 uur. Dus alleen let wel, op het moment dat je voor de zomer wat wilt, wacht niet te lang, want ook onze voorraad loopt op dit moment hard weg. Maar er is een enorme focus op het kamperen met de caravan of voort in de valwagen gekomen. Nou, wij zijn natuurlijk net de caravan en camper specialist. Dit is dé caravan voor het gezin. Dus ja, we hebben op dit moment nog voldoende voorraad, maar de voorraad loopt wel hard weg. Dus ja, heb je interesse, ik zou zeggen, kijk even op onze website www.meerbeek.nl. Daar staat ook een mooie presentatie met de specificatie. Maar het gaat er eigenlijk om, je krijgt bij deze caravan werkelijk alles. En je betaalt 21.995 voor een splinternieuwe caravan met alle fabrieksgaranties tot in de perfectie uitgevoerd. Eén ding nog, hè? Ja? Toch wel belangrijk. Dat jonge gezin op zoek op het internet naar de ideale caravan, natuurlijk een stapelbed, hè? Trapt er niet in. En wat bedoel ik dan? Trapt er niet in dat u een gebruikte caravan veel te duur koopt. Want het is de afgelopen jaren vaak gebeurd dat mensen echt 5-6 jaar oude caravans kopen met stapelbedden, hè? Voor bijvoorbeeld 18.000 euro. Nou, dan bent u erin getuigd. Dat zou zonde zijn. Als u na het zien van deze video dit gezien hebt, ben ik ervan overtuigd dat u deze caravan niet meer vergeet. Deze is veel beter als die caravan gebruikt van 18.000 euro. Want als je dan 18.000 euro betaalt, heb je nog steeds een klein koelkastje. Die hebben een ouderwetse interieur. Nieuw is bereikbaarder. En door onze slimme inkoop bij Adria is dat op dit moment voor een prijs te koop.
die in de buurt zit van een gebruikte prijs van 5, 6 jaar oud bij andere merken. Dus kom naar Doetinchem. Wij denken dat dit aanbod uniek is. Wij denken dat u na het zien van deze film deze caravan echt nooit meer gaat vergeten. We hebben nog voorraad. Wij kunnen u helpen. Kom naar deze film, laat het u echt genoeg zien. En wij gaan hem u verkopen, of niet, Mark? Zeker. Tot ziens in Doetinchem. We helpen u graag.